Dit is een Eevee. No! Maar er is meer. No! Deze video die jullie nu gaan kijken kan grof taalgebruik bevatten. Dus hou daar rekening mee. En Eevee is cute. Het is geen grapje, de koffie is echt klaar. Oh. Nou, ze zitten ondertussen zelfs met z'n achten in het spreekhuisje. In het streamhuisje of in de livestreams? Nee, in het spreekhuisje. Dus ze zitten nog steeds in eigenlijk de verkeerde. Nee. Er waren er net even twee erin gegaan. En sorry jongens als jullie het gemeen vonden, nu mijn idee. Maar ik heb mijn koffie. Ja, maar we waren nu echt in een livestream. Leuk jongens, toch? Dat is toch gewoon leuk? Ja. Met je mallers. Ik weet niet waarom McFlurry hier in één keer aankomt, maar... Oh, wat een gezelligheid in één keer. Hoezo ging je eruit? Het was te druk. Ja. Nee jongens, ik heb ook een livestream op het moment te doen, dus dan kan ik niet met vijf stemmetjes zitten. Dus het is echt gewoon een random grap die je er in één keer ingooit. En Mumee kwam er mee, dus ik moet daar een hoekshot hebben, dat is makkelijker. Maak je geen zorgen, je komt nog echt vaak zat in het spreekhuis, jullie kunnen nog vaak zat met me spreken. Oh, en op Facebook word ik in één keer verdedigd, wat lief. Ik had een foto geplaatst van een, hoe heet dat set, Glaceon. En daarin had ik dus gezegd dat het soms best moeilijk is om inderdaad een vrolijk persoon te blijven. Om inderdaad vrolijkheid te representeren. Weet je wel van dat je vrolijk bent. Zelfs al heb je het zo moeilijk, dat het moeilijk is voor jezelf natuurlijk om ook vrolijk te blijven. En nu is er een of andere... Hans Lul, ik moet het gewoon kunnen doen. Verdorie, frot die woorden er gewoon eens een keer uit. Damn. En die had het dus al gelijk zo van... Ach god, hier heb je er weer eentje die alleen maar gedeprimeerd wordt in verband met wintertijd. Waarop dat er al gelijk mensen zijn zo van... sorry hoor, maar je trekt conclusies zonder dat je weet wat er aan de hand is. Wil je die jongen heel snel maar rust laten? Dat is het voordeel. Ik hoef me nog niet even voor te doen, dus... Jongens, we gaan hier niet over doorzeuren, dat keur ik niet goed, want anders maak ik die grap nooit meer en dat is dan jullie schuld. Ja? Ja? Is het duidelijk? Mooi. Eentje vindt dat al een slim idee. Mooi, ook al was die slim nadat ik het gezegd had, maar het maakt niet uit, het gaat om een idee. Sorry jongens, maar moet bij een grap blijven, hè? Plus, we hebben een livestream te doen, we hebben een huis te bouwen, want anders komen we nooit ergens. Ja. Mensen wouden dolgraag een nieuwe Terraria-serie en ik wou op iets nieuws zoeken en we dachten tot het nieuwe wat we eigenlijk zochten totdat, hoe heet het, mod zou zijn. En wat blijkt, het moet gewoon complete randomness zijn. En natuurlijk de angst van hardcore.
Maar vooral de randomer. Nes. Ja. Oeh. Oh nee, niet weer. Oh. Ja, inderdaad. Zucht. Ah, nou, in ieder geval, ik ben blij dat jullie het naar je zin hebben. Ja, dat wil ik wel heel eventjes van het hart. Ik ben echt heel blij dat jullie het naar het zin hebben. Na deze random geleuter van mij. Dat ik jullie daar een hele leuke dag mee bezorg, ben ik ook blij om. Dus, met deze zooi in de chat nu weer. Met last, third, slim, first, oef. Daar ben ik weer niet blij mee. En denk ik even bij mijn eigen van, wat is er mis met jullie? Dat is niet aardig om te zeggen, weet ik. Deal with it. Dus. Jullie waren gewaarschuwd. Ja, op zich is het een keertje ook wel leuk om een andere kant van mij te zien. Ja. In plaats van dat ik de facecam voor mijn neus zet, dat ik hem op mijn achterhoofd zet. Weet je wel, zoiets. Worden je buren nou niet helemaal gek van je? Nou, soms. Hoe komen jullie binnen? Oh, we moeten echt ook weer ondergronds om steen te gaan verzamelen. Gekke punchlines hier zo. Krijg je hoofdpijn van. Zeker als een punchline tegen je kop aankomt. Maar goed, lijkt me eens eventjes de meligheid weer er genoeg geweest, want het wordt nou een beetje overgegaan naar spam. Dus dat gaan we maar niet doen. Gezellig dat er zoveel mensen zijn trouwens. Enorm bedankt voor de support, maar ik wil ook wel weer een beetje gefocust op het spam. En ik heb een koffie, heel belangrijk. Dus, maar kijk wel een beetje uit met spammen jongens, niet spammen. Spam is niet leuk. Anders krijg je een hele boze Magikarp. Inderdaad. Eens even kijken. Dus, we hebben steen nodig om eventjes kamers te kunnen maken, achtergrond te kunnen maken. Dus we zouden onze helveter gaan bouwen. Dus we gaan even onze inventory zo goed als leeg gooien. Dat is even het beste. Want ja, hier wil ik een mooie stenen achtergrond maken. We hebben extra hout nodig. Hout hebben we nog genoeg, dat is geen probleem. Goed, oud, gezond hout. We hebben een grapplinghoek ondertussen. We hebben nog meer troep. We hebben glimmende troep. Ah, weer eventjes serieus. Nee, dan gaan we weer. Doei. Daag. Was gezellig, jongens. We hebben ondertussen al 10 defense. Hoe kom ik in godsnaam aan 10 defense? De aglet is armored. Oh. En cactus armor, ja, tuurlijk. Jongens, dit is de laatste waarschuwing die ik erop geef, anders gaan we timeouts gooien. Klaar nu. Het is duidelijk nu. Ik zit aan de koffie. We hebben eindelijk koffie. Het heeft me echt hoe lang geduurd? 2 uur? Charits. Troep voor trap. Is dat koffie dan? Oh ja, gooi je schietroep. Daar kunnen deze dingen bij komen. Spiderwebs. Precies, Eevee. Helemaal mee eens. Is de gooi schiettroep niet eigenlijk gewoon een betere titel? De wegwerptroep. Wegwerpzooi. Niks, niet, het hoeft niet allemaal troep te zijn. Gewoon wegwerpzooi. Ja. Vind ik een goeie. Zo. Hebben we ook weer gehad. Maar ja, dat gekke masker, dat wil ik ooit ook een keer wegwerpen. Dus dat past er ook wel bij. Ik jongens toch. Maar goed, hebben jullie trouwens ook wel een beetje leuke dingen? Een beetje onderwerp in. Want ja, vergeet niet, we zijn hardcore aan het doen. Dan vertaal ik weer in één keer gevaarlijker natuurlijk als we ondergronds gaan. Hoe is jullie dag geweest? Jullie lekker zonder vakantie en ik heerlijk met mijn vakantie. Heerlijk. Ik ben echt gemeen vandaag, jongens. Oh. Ik moet er echt aan wennen. Ja, ik ben het al gewend hoor.
Maar ja, ik ken je op meerdere momenten. Are you back? En... Sorry. Wat kun je met een umbrella? Daar kun je Wesker even mee bellen, weet je wel, van Resident Evil. Even kijken, wegwerpzooi. Ja, daar mogen deze bij, want deze doe ik te kopen. Eén umbrella is zat. Bommen zijn handig om heel eventjes snel naar beneden te kunnen. Ik had volgens mij een miner potion. Waardoor dat we sneller kunnen minen. Even kijken, drinkbare troep. Oh, we hebben er zelfs drie. Dat is goed. Genoeg. De voice chat is te luid. Dan moet je gewoon eventjes zeggen of je Discord lager zetten of je kunt zelf andere voice... En trouwens, waarom leg ik jullie uit hoe Discord werkt? Ik ben met een livestream bezig. Ja. Is nou niet ons pakje, Jan. Ah, zie, ik ben er zelfs allergisch voor. Uitleggen dat ze ergens... Ah, jeetje. Afdeling. Ja. Al doet Commander het eigenlijk ook al heel erg goed met uitleggen. Ja. Echt niemand die zegt gezond? Oh, dankjewel. Dankjewel, als dit... Dankjewel. Nou, het komt er niet meer uit, jawel. De hele tijd. Bah, vies, smerig, ranzig. Maar goed, op zich, dit is een hele mooie plek om de elevator te blijven starten. Maar ik heb nog geen double jump of iets. Dus eigenlijk is dit levensgevaarlijk wat ik nu ga doen. Het is niet slim om dat dan te doen in een hardcore, maar ik ga het toch doen. Dead by sneezing. Zo, die heeft ook wel... Nou ja zeg! Nou is genoeg! Enough! Ik fake dit niet jongens, voor de mensen die denken dat ik hier net zit te niezen echt. Jullie zijn gek. Maar... Oh, je niest alleen maar voor de views, wat? De clickbait. Gezondheid voor de 447ste keer. Nou ja, zo krijgen we wel oars. Dat is gewoon allemaal maar mee. Er komt er weer een, jongens. Ik kan er niks aan doen. Ja. Ja. Je niest alleen maar voor de views. Niet... Nee, ze kennen we je niet, Stevie. Oh. Doneer boven de 10 euro en hij mist nog een keer. Oh, schijt toch uit, man. Alsof ik er controle op heb als je erop doneert of zo. Weer zo'n klote paraplu. Wat zijn dit voor kutke... Jee, ik mocht het zeggen. Het was een waarschuwing. Oh. Jongens, dat is in Minecraft. Dit is geen Minecraft. Oh, misschien is het een allergische reactie of zoiets op iets. Stevie, je bent allergisch voor koffie. Nee! Ja, ik een ergste nachtmerrie. Het enige wat je hier sinds hele korte tijd nu erbij hebt, is koffie. Nee, we luisteren meerdeels naar een Steve, naar een Stefan die aan het niche is, van Jasper Jansma. Best livestream ook. 10 hours of Stevie who's sneezing. Hij scheldt. Jongens, er staat een waarschuwing in de titel van de... Maar het is geen clickbait, want clickbait is namelijk van je zegt dat er iets in de video zit en dan zit het juist niet in de video. Ja. Dat is clickbait. Nu heb je een waarschuwing gegeven voor je slecht taalgebruik en er zit daadwerkelijk slecht taalgebruik in. En ja, Stevie niest in deze video en ik nies in de video, dus dat is geen clickbait. Nogmaals jongens, clickbait is op het moment dat ik nu dus zou gaan zeggen van... grootste nieuwe schat gevonden in Terraria. En dat ik er alleen maar over praat. Dat is clickbait. Of simpelweg dat het er helemaal geen schat gevonden wordt. En de titel sloeg nergens op. Jongens toch. Word ik kou of zo? Kom op, ik heb vakantie. Ik wil nou echt niet verkouden worden. Dat zou echt... Nee.
Dat zou het gemeenste zijn ooit. Nou. De clickbait is er om ervoor te zorgen dat mensen op je video gaan klikken. Maar dat zijn dan 9 van de 10 keer van topics wat niet in je video zit. Ja, simpelweg. Dat is iets dat waarschijnlijk mensen trekt om erop te klikken. Maar dat is alles. Nee, ik ben waarschijnlijk gewoon allergisch voor de vraag dat ik weer in een spreekhuisje moet gaan zitten. Dat kan ook. Dat gebeurde ook recent. Klopt. Dat is zelfs recenter dan de koffie. Ja, never blame the koffie. Is dat zilver? Nee, Stevie, je zou naar beneden graven, want je had steen nodig. Oh ja, want anders heeft het totaal geen nut meer om de mijnen weer in te gaan en zo. Maar nogmaals, ik ben geen voorstander van clickbait en dat zou ik ook nooit doen, ook niet. Ik weet het, ik ben een oudschollig, knullig, kneuterig, weet ik het hoe dat je het wil uitschelden kanaaltje, dat gewoon eigenlijk zoiets heeft van, ik wil het gewoon normaal houden. Weet je wel, wat is leuk, wat is niet leuk, gewoon in één keer spontaan random in een chat gaan zitten of zo. Ik heb het trouwens een keertje gedaan toen ik nog Engels livestreamde. En dat was toen bij zo'n overlevingsgame en daar zat ik gewoon te livestreamen. Toen zat er een groep, die zat dan te praten en ik joinde gewoon in één keer die groep. En ik kreeg zo gewoon in het Engels, hoi, by the way, you're in a livestream, just say hi. En ze geloofden me niet en dat was het leukste. Op dat moment had ik ook iets van, ja, ik was toen nog niet zo populair. Ik dacht dat er gewoon echt, laat ik het zo zeggen, 5 kijkers was veel. En ik had op dat moment dus gewoon 3 mensen die gewoon echt gezellig met mij mee aan het doen waren. Dus in die livestream. Op dat moment had ik 5 kijkers. En op het moment dat ik dus dat geintje had geflikt, zaten er in één keer 15 kijkers naar mij te kijken. Oké. Omdat ze het gewoon zo grappig vonden dat ik gewoon dus bij iemand in een chat zat. En dus hun netjes had verteld dat ik aan het livestreamen was. Maar hun geloofden dat niet. En dat ik dus de hele tijd de chat aan het voorlezen was. En hun dus aan het replyen waren met... he's talking to his viewers. Je weet wel zo. Dus ja, heel die chat die ging gewoon kapot omdat het werd niet geloofd. Nou, toen werd het nog eens een keertje tot ik challenges en alles moest gaan doen, weet je wel. Tot ik gewoon in één keer heel erg lukraak gewoon maar over een random onderwerp moest gaan praten. En dat kwam dan van 2 kanten, want toen moest ik iets weer aan mijn chat vragen volgens die mensen die chat die ik dan toch niet had. Het was eigenlijk best wel hilarisch. Ja. Zoiets als wat er dus eigenlijk net gebeurde, weet je wel. Van ja, je gaat gewoon in het spreekhuisje zitten. Je wacht tot ze iets zeggen. Wordt hartstikke leuk. Alleen je moet er niet te lang in blijven, want dan werkt de grap natuurlijk niet. Want dan is de punchline weg. En dan ga je er weer uit. En daarna ga je dus, wat Mumee al zei, ga je gewoon in het livestreamhuisje zitten. En kijken hoe lang dat het duurt voordat er iemand in het livestreamhuisje komt zitten. En de eerste was Jolteon. En die heeft nu ook weer zijn 2 seconden van faam gehad. Ja. Al bedoel ik van, echt serieus, je kunt zelf ook een livestream opstarten. En dan ben je zelf aan het livestreamen, daar heb je mij niet voor nodig. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, maar jij hebt kijkers. Ja, maar die krijg je van eigen ook wel hoor. Ik bedoel, serieus. Trouwens, hoe vinden jullie mijn jurk? Ik vind hem leuk. Mooi, ik zie een zombie daar staan. Daar ben ik eigenlijk niet blij mee. Oh, dat is de eerste keer dat ik onder mijn scherm klik. Oeps. Nou, Nies is in ieder geval geëindigd. Gelukkig maar. Weer een haak. Wat moet ik met zoveel haken, jongens? Maar 1 ding is zeker, steen genoeg dadelijk. Je vindt hem jurkerig. Gezondheid, ICQ gamer. Al snap ik niet zodat je kan niet zien in de chat, maar... Gezondheid! Wacht even, hier ligt Amethyst. Kunnen we een laserzwaardje van maken. Niet te vergeten, het is misschien niet genoeg. Kijk, de YouTubers hebben een voordeel. Die zien het videootje. En die hebben erop geklikt, weet je wel. Dus die weten... Oh, maar dit is hardcore. En hier hebben we zoveel randomheid en zoveel afleiding... dat jullie het gewoon spontaan kunnen vergeten. Want de titel is nog niet aangepast dat dit echt een YouTube-serie al is. En... Oh, was dit hardcore? Nee, what? Dear God. But there's more! No!
Mime? Ja. Dat is 2. Je ziet het? Ja. Ja, dat is met... Je mag hem een time-out erop geven. Ja, dat... Als mijn scherm mee wil werken. Ja, ik kan het ook wel doen. Meeste, dat is het nadeel nu op het moment. De meeste moderators zijn niet online op het moment. Staat er alleen voor Mimé. Maar ik geloof in jou. Nou, we kunnen weer in ieder geval ietsje sneller. Het valt me wel op, we weten nog steeds niet of we gold of platinum hebben. Want we hebben nog geen gold of platinum gevonden in deze wereld. En dat komt allemaal door Mimé, omdat ik hardcore moet spelen. Wacht, is dit hier naast platinum? Als je het over de duivel hebt, dan laat hij normaal gesproken zijn gezicht zien, hè? Weet je wel. Dat is een gezegde. Nee, is ook zilver. Jammer. Jasper, we hebben daar de regel over. We gaan niet vragen om moderatorschap. We zijn op zoek inderdaad naar moderators, maar die worden echt wel gekozen zomaar in één keer. Van, ja, daarin vertrouwen we wel tot die... Zo is Eevee Games toen de tijd ook gekozen. Dus, en ja, we hebben ook wel eens livestreams gehad dat echt alleen maar moderators op het moment online waren. Dus maak je geen zorgen. Als we echt moderators zoeken en we hebben echt zo iemand van... Ja, die zien we wel voor de klus, weet je wel. Die vertrouwen er wel mee. Dan, ja, worden die echt wel gecontacteerd. Maar simpelweg, als je erom vraagt, is de kans heel klein dat je ervoor gekozen wordt. Ja. Oh, ik snap eens met stripminen. Saai. Nou, het is geen stripminen, het is een helveter. Stripminen, dat is alleen maar in Minecraft. Dat is weer het voordeel. Je hebt hier geen diepteverschil, weet je wel. Het is niet tot platinum alleen maar in het diepste gedeelte voorkomt. Nou, het grappige is, en dat weten dus heel weinig mensen, dus ben je geïnteresseerd niet naar vragen of inderdaad gewoon van... Zou er een mogelijkheid zijn tot? Daar kijken we dan ook wel naar, maar ga je inderdaad neerzetten van... Oh, ik wil daar wel mee helpen. Ja, dan ben je al verkeerd bezig. Dus daarom hebben we het ook gelijk een regel gemaakt van jongens, ga er niet om vragen. Want ja, dan verminder je eigenlijk zeg maar de kans dat je überhaupt ooit een keer een moderator zou worden. Dus... Simpelweg, we kijken gewoon puur naar ja, wie gedraagt zich netjes en is echt gewoon een beetje een voorbeeld voor de groep. Fun fact. En daar stellen we dan de vraag naar, heb je interesse om... Ja, fun fact. Eevee Games heeft nog nooit gevraagd. Die is gewoon spontaan in één keer geworden. Want het is ook nog eens een keertje natuurlijk niet te vergeten op... Dit ziet er heel erg diep uit. Het is ook nog eens een keertje op vrijwillige basis natuurlijk, hè. Dus... Je hebt een paraplu. Ja, dat weet ik. Maar dan toch heb ik toch al een gedeeltelijk van... Oh ja, dat kan zo ook. Haha. En dit ene kleine stukje, dat zou je zo de dood in kunnen jagen. Misschien moet ik dan wel eventjes het parapluutje even naast mijn pickaxe neerzetten. Zelf heb ik ze altijd op dat soort dingen in het begin van het spel... ...op een van mijn muisknoppen staan. Ja, iedere zijn manier natuurlijk. Vind ik zo handig. En ik vind hem bijna altijd eigenlijk aan het begin van het spel. Ik gebruik echt heel vaak. Nou, ik doe normaal gesproken eigenlijk altijd met de grapplinghoek. Oh, dit gaat fout. Nou, meestal duurt het bij mij erg lang voordat ik een grapplinghoek krijg. Stevie, we letten bijna niet meer op de stream. Het is te gezellig in de voice chat. Nou, fijn voor je. Dat is jammer. Maar ja, dat moet je zelf weten.
Zolang ze gezelligheid hebben, dan daar is het voor, weet je wel. Kijk, en ik ben gewoon aan het livestreamen, ja. En dan inderdaad, als ik nou dadelijk in één keer spontaan begin te gillen en te schreeuwen, dan komt iedereen massaal in één keer weer terug van, waar gebeurde er? En dan zeg ik, niks, ik had geen zin om te schreeuwen. En dat noemen ze schreeuwbeet. Ja. Dus, al heb ik ondertussen jullie ook wel, doordat jullie gewoon extra zitten te hopen van als we nou zeggen dat het heel gezellig is, misschien komt hij dan wel weer terug. Ik ken jullie nog. Jullie zijn gewoon streamlockers. Stevie, we weten hoeveel dat jij van gezelligheid houdt. Weet je wel niet hoe gezellig dat het hier is? Kom dan, kom dan. Ik geloof er helemaal niks van. Hier is het ook heel erg gezellig. Ah, toch bedankt. Nou, ik denk dat het gezelliger is in de livestreams dingetje in plaats van spreekhuisje. Shadowhunters zitten niet voor niets sinds eentje al een eeuwigheid. Wat, zit er eentje daar echt alleen? Ik kan het niet gebruiken. Nou, het probleem is, ik heb die grap gewoon één keer gemaakt en iedereen die hoopt nu dat ik die grap blijf maken, maar nee, natuurlijk niet. Dat zou alleen maar de grap slopen. Juist. En ik ben dus echt niet zo'n doorsnee YouTuber die dus inderdaad grapjes gaat melken, zoals dat het heet. Weet je, in hardcore verzuipen, dat lijkt me ook niet echt een goed idee. Maar ja, trouwens, ik kan zwemmen, dat was ik helemaal vergeten. Ik wou net zeggen. Nou ja, we hebben nou in ieder geval ook alweer wat extra silver ore. Maar het ergste is, ik weet nog steeds niet of we platinum of goud hebben. Ik bedoel, ja, we hebben weer een flare gun gevonden. Magic Mirror zou fijn zijn. Ja, maar het grappige is, ik mag hem één zijn. Dat is ook niet eerlijk, ja, dat duwen we dit. Zo, laat het water nog heel even stromen en ik heb een slok koffie nemen. Eigenlijk zit ik jullie gewoon hier recht heel voor de gek te houden, jongens. Ik zit zwaar aan het bier. Handig joh, geen facecam. Nee, zeg koffie. Dus, loopt het wel recht? Ja, het loopt recht. Steen genoeg dadelijk in ieder geval. En ik weet bij god niet hoe diep dat ik zit. En we hebben genoeg dadelijk te exploren. Want we duiken er dadelijk gewoon weer opnieuw in met de paraplu. En dan gaan we gewoon een gang in of zo. Wie weet. En we zijn wel van het water al af. Cellfoon is nog leuker en fijner, maar dat duurt nog vast een eeuwigheid. Nou, we hebben al een paar ingrediënten ervoor. En we hebben weer een huisje gevonden. Sterker nog, we moeten dwars door dit huisje heen de mijnen. Oh, en we komen in de diepvriesbaai. En we komen in de koel. Je weet wel waar het koud is. Ah, maar je wel vent als je woont op een plek waar ineens een elevator gebouwd wordt. Ja, daar hou je toch zou niet zou je huis maar zijn. Ja. Niet mijn probleem. Ja, jullie horen de lepel, hè? Dat is allemaal schijn. Ik heb gewoon een leeg kopje met een lepel erin. Nou, we hebben nog één mining potion. Als die mining potion klaar is, dan gaan we verder met het bouwen en het huis, jongens. Ik bedoel, ik weet het, hardcore is leuk als er natuurlijk risico's in zitten. En volgens mij hebben we nou net het grootste risico hier alweer gevonden. Namelijk, we hebben hier een spider biome. Met gelijk een spiderkistje. Oh. Jij hebt mijn recall potions. Ik ben rustig, ik ben veilig. Er gebeurt mij helemaal niks. Hoop ik. Toch? Een webslinger. Oh, dat is een van de beste grappling hooks die je kunt hebben. Wow.
Zelf ben ik niet zo'n fan van hoeks die heel veel touwtjes eraan hebben. Maar ja, ben je daar wel een fan van? Dan is het een van de beste inderdaad om te krijgen. Op het moment. Ik bedoel, ja, ik zat eigenlijk meer te hopen dat ik snel een toppas of zo kon maken. Maar ja, deze die is beter. De kaktuszwaard. Een van de beste dingen die je eigenlijk gelijk in het begin van het spel wil maken. Ja, cactus armor en de cactus zwaard. En pickaxe, omdat die heeft een extra range. Ja. Kom op. Oh boy. Oké, de knockback werkt. Oh, daar had je het over die spinnen. Ja. Ja, zonder die knockback... Die spinnen daar, dat zou gevaarlijk zijn geweest. En dan nu ineens, you were slain by a boulder. Dat zou alleen maar... Oh boy. Er zit er eentje boven ons daar. Zie je hem staren? Nou, boulder zou alleen maar op het moment kunnen als we dus echt inderdaad... Oh, daar zit er ook weer eentje. Nou heb ik zelf niet een insert dat moeilijke woord wat angst voor spinnen betekent. Maar de spinnen van Terraria die vind ik best wel creepy. Maar we weten nog steeds niet of we nou sneeuw of... sneeuw. Ik heb een ijs bij hem, hè. We weten nog steeds niet of we nou in een... dat we gold of platinum hebben. Maar we hebben genoeg gangen in ieder geval gezien tot we dadelijk al veel kunnen exploren. En we hebben nou ook al sneeuw en ijs, dus daar kunnen we ook al leuke dingen mee bouwen eventueel. Maar waarom is Spider-Prime niks mis mee? Is zelfs handig als je eenmaal in de hard mode zit om eigenlijk als een van de eerste plekken daar naartoe te gaan. Yay! Auw! Yay! Stomme Zubat! Waar is dat? Oh jeez. Is dat weer... Jeetje zeg, we kunnen daar gewoon zilver armen maken, zoveel zilver dat we ondertussen al gevonden hebben hier. Ja, de andere minerals, waar die zitten? Geen idee. Zilver. Bij de HEMA. Ah. Disclaimer, deze livestream wordt niet mede mogelijk gemaakt door... ...door de heerlijke rookworst. Ik heb nog niet eens een double jump. Ik zit echt de hele tijd op mijn spatiebalk te rammen van... Oh, misschien heb ik een double jump. Nee. Zo, daar moeten we maar mee doen. Sterker nog, ik heb geen flauw idee meer waar dat de helveten nu eigenlijk dus verder loopt. Dus ik heb zoiets van, we gaan gewoon alweer terug. Ja, ik heb nog die mining potion, dus we kunnen nog wel gewoon heel eventjes ergens rennen naar beneden minen. Simpelweg waar de flare zit op de grond. En dan één blokje rechts ervan. Oh, rechts? Ja, rechts van de... Hebben we een nuttig iets gevonden voor flares? Ja. Oh. Die flare heeft daadwerkelijk nu een functie, inderdaad. Om te bepalen waar de helveten naar beneden loopt. Zit hij wel heel vol met viking op het moment. Eet smakelijk en tot zo. Smakelijk! Oh boy. Ik vind het gevaarlijk worden. Ik beel. Ja, dit is heel erg chaos. We hebben in ieder geval heel veel materiaal gevonden en we gaan zeker daar nog verder exploren. Maar ik wil eerst eventjes, sorry, tot we op zijn minst gewoon onze NPC's hebben. Want we hebben nog niet eens een guide omdat we nog niet eens een fatsoenlijk huis hebben gemaakt. En dat is...
pretty bad. Maar we hebben in ieder geval nog heel erg veel goede materialen. We hebben bijvoorbeeld nou 680 steen. Waardoor dat we dus een mooi stenen achtergrond kunnen maken. We hebben heel erg veel leuk met hout. En dan kan ik wat meer op de chat gaan letten. Want ik heb geen flauw idee wat jullie ondertussen allemaal niet neer hebben gezet. Wat? 109 kijkers? Wat? Zitten jullie mij voor de gek te houden? Het is geen april, hè? Ik kijk bij de lijst aan kijkers. Dit is een hele lange lijst. Serieus? Een hele lange lijst. Jongens, ik weet dat dit hardcore is, maar ik ben gewoon serieus een man die gewoon een hele zware nachtdienst heeft gehad en gewoon Terraria aan het spelen is. Welkom. Zaterdag met Stevie op een maandag. Nou, gezellig. Ik ga eens heel eventjes kijken naar mijn dashboard, hoor. Want, weet je wat? Ik zet mijn alertbox voor de zekerheid even aan. Ja, waarom ook niet? Even kijken of Twitch hem ook gelijk oppakt. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Of mijn OBS hem gelijk pakt. Ja, die pakt hem gelijk. Goed zo. Kijk eens, wij hebben notificaties, jongens. Prima. Ik snap de hint. Als jullie in één keer massaal hier allemaal gaan komen kijken, prima. Dan zet ik die zooi wel aan. Jongen zeg. Ik kan ook niet eens meer een simpele livestream hebben, hoor. Ik ben gewoon een doorsnee gozer die gewoon Terraria aan het spelen is. Daar word je vrolijk van. Windows error. Dat verklaart een hoop. Iedereen kwam alleen maar naar mij kijken in verband met een Windows error. Ja, Pluto, daar heb je de hele tijd mee gewacht. Stiekem Pluto. Schaam je. Nee, dankjewel. Schaam je. Nee. Kan niet zo gemeen zijn. Ja, kan ik wel, maar ik vind het moeilijk. Pas maar op, daar kom ik nog op Dumpert weer terecht. Nee, maar niet spotten met Dumpert. Zo ben ik toch al een keer op geweest. Echt waar? Echt waar. Hoe komt dat dan? Nou... Voor het geval dat hier allemaal nieuwe mensen zitten die geïnteresseerd zijn in het kanaal. Ik plaats wel weer de Discord link naar de community Discord. Ja, waarom ook niet? Al heb ik eigenlijk zo'n idee dat er gewoon 80 man extra iets zitten van. Ik heb geen flauw idee waar het hier over aan het spieken is, want ik ben hartstikke Engels. Dat zou maar kunnen. Dankjewel die man voor de host. Gaan we weer even professioneel liken hoor. Tjonge jongen. Ik wil niet professioneel zijn vandaag. Het was juist de bedoeling om een simpele onzin stream te zijn inderdaad. Nee, het is gelijk de serie geworden. I man, I was watching your stream and I had no idea what you were talking about, but very, very interesting stream. Although I still have no idea what you were talking about. But you are funny. Het grappige is, deze reacties krijg ik nog dagelijks op YouTube. Ah, dat is wel leuk. Deze is geen grap. Ik geloof je maar al te best. Beter gezegd, ik heb daadwerkelijk zo'n reactie al eens een keertje eerder gezien. Dus ja, ik kan het niet ontkennen. Well, I have to say it was very funny that you were actually speaking English, but your English is very bad. Ja, het is de bedoeling dat dit ook op YouTube gaat komen. Ja, nee, deze stream gaat op YouTube komen. Wel met de taalwaarschuwing, dat wel. Ja. Maar hij is zo grappig. Ik kom er niet meer onderuit. Tenminste, oorspronkelijk was het niet de bedoeling. Maar de stream is zo raar gelopen. Misschien moet ik gewoon verder met Very Bad English. Zeg, noem je mij nou zomaar een zeg? Dat is voor je kop! Ja, maar het is sur met S-U-R-E. Gaan we nou nog even met doorschelden, zeg. Zo! Pas erop, hè. Ik wil het niet meer horen, mannetje. Oké.
Goed zo. Paas erop, hè. Het is hier wel heel erg donker met deze pompoen. Auw! Ik dacht dat je zuster Joy was, jij faker! Jij klikkleed! Klikkleed, wat een... Klikkleed, wat? Welkom bij Klikkleed. Maar echt serieus jongens, hoe de actuele neus kom ik op in één keer 109 kijkers? Ik weet het ook niet. Maar dan moet ik wel zeggen, jullie zijn de 109 stilste kijkers ooit, want ik zie alleen maar mooie, gezellige, bekende mensen. Dus als jullie bang voor me zijn, ik bijt jullie hoofd eraf. Niet serieus, hoi. Ik ben Stevie. Hoe gaat het met jullie? Nou ja, er is in ieder geval eentje nieuw op Discord bijgekomen. Die zegt direct hoi. Maar ja, je mag ook best wel in de streamchat hoi zeggen, hoor. Ja, ik bijt je hoofd er nog niet af. Dus, nee, ik weet al waardoor dat het komt. Even kijken. Borden. Kijk, want hier zitten nou alleen nog de gezellige mensen. Daarom wacht ik zo lang. Ik bijt jullie ook eraf. Oh, hij zit erin, wat? Jongens. Iedereen. Gadverdamme! Komt 5 seconden erin en ze beginnen er al gelijk te beginnen met... Hij zit erin. Ja... ja. Ik weet dat ik een jurk aan heb, maar jongens, kom op. Weet ik, maar ik ben huiswerk aan het doen en wou in de Discord server. Hartstikke gezellig. Jongen zeg. Wat een taal. Die jeugd van tegenwoordig. Ik vind het niet kunnen. Maak jij nou serieus seksgrappen? Ja, ik maak serieus. Omdat je het van mij niet verwacht. Jongens, we zitten waarschijnlijk in het begin van deze video van de livestream. Maar nogmaals, excuses daarvoor. Dat hoeft niet, want je hebt de waarschuwing gegeven en doe het toch. Mimé zit alweer te facepalmen. Dat hoor ik door zijn microfoon heen. Deze livestream trouwens, die wordt mede mogelijk gemaakt door Uitvaartcentrum Lach je Suf of Lach je Dood. Je eindigt toch wel in de grond. Mimé, wat doet deze livestream met me? Ik weet niet, maar dit is ja, een van de meest unieke livestreams ooit. Waarom ben ik DDD aan het typen? Ik ben aan het Terraria spelen. Ik ben niet DDD aan het doen. Maar ik had toch 608. Heb ik maar echt, kost het zo duur om die blokjes te maken? Is het zo'n dure steen? Nou ja, ik wil wel heel eventjes de oors eventjes eruit halen. Even kijken, dit is klimmende troep. Nee, dit is nog meer troep. Klimmende troep moet ik hebben. Want we hebben heel veel zilver. En dan kan ik heel eventjes een zilverhamer maken. Rommel opruimen. Begin daar maar mee. Koffie zetten. Begin vooral met koffie te zetten. Eventjes voor de YouTubers, Rioli Gamer, die zegt welkom bij Uitvaartcentrum Lach je Dood. Wat kan ik doen? Koffie zetten. En nu heel snel. Liefst gisteren. Goed, wij gaan een hamer maken. Ja, maar wil je... koffie van gisteren nog wel drinken. Volgens mij is het aardig koud. Koffie is koffie. Oké, goed om te weten. Hey, dan, luister eens hier. Jouw koffie was zo authentiek dat ik hem gewoon gejat heb. Ja, maar als koffie is, dan krijg ik voortaan weer Senseo. Nee, dat is geen koffie. Dat is Senseo. Ga je ooit een wereld maken waarbij je viewers, ikjes, je kunnen joinen? Helaas gaat dat niet lukken. Dat gaat heel lastig, want dan hebben we dus een wereld vol en dan gaat iedereen maar volgen van dat ze dan in screentime... Hetzelfde waarom dat ik niet de hele tijd in die chat zit. Ja. Ik kan wel een keertje misschien iets met viewers gaan doen, maar dat zou dan inderdaad heel erg gelimiteerd zijn en er zijn nou op het moment nog geen plannen voor. Want ik heb een hamer. Ja.
Plus ik denk dat met Terraria dat ook niet echt gaat lukken. Nee, Terraria dat dan is... eerder dat bijvoorbeeld in Minecraft dat daar mogelijkheden in zit. Maar Terraria, nee. Ja, Mume die is bezig met de server en daar zouden we eventueel wel... voor de goede kijkers, die wij dus inderdaad 100% erin vertrouwen. Want jij kunt natuurlijk niet Jan en allemaal natuurlijk... Het is een server die wat gelimiteerd is. Dus niet iedereen laat ik er zomaar in toe. Maar daar kunnen zeker een aantal kijkers kunnen daar ook gewoon bij komen. Wat in ieder geval wel de bedoeling is. Ja. Ja, ik wil wel een beetje een overdracht hebben, zodat het inderdaad niet recht is. Ik vind dit al mooi. Ik weet niet hoe dat ik door ga lopen. Ik heb hier plannen mee, maar ik ben er wel mee van plan. Maar mijn Terraria is gewoon nog te koop op Steam, hè. Dus, nou, laten we deze achtergrond maar eens eventjes weg gaan hameren. Het wordt echt tijd dat we een huis gaan maken, jongens. Want echt serieus, dit ondertussen... Ik denk dat ik wel hier een tweeparten van maak voor YouTube, dus, want ik heb nog geen plan om te stoppen, want ik vind het veel te gezellig. Plus ik heb vakantie. Heb ik pas iets... Hoe vaak heb ik het al gezegd? Te weinig? Oké, dan zeg ik nog een keer. Ik heb vakantie. Dat moest van Mume. Mume moest vakantie nemen. Ja. Dus heb ik de langste herfstvakantie ooit. Wauw, die vraag die is nog geen 5 seconden geleden gevraagd of zo. 111 viewers, wat? Jongens, ik ben een kaasfabriek begonnen. En zijn dit gewoon 100... I have no idea if they are Dutch or English. I am trying my best here to speak as bad English as possible to make them sure to understand that I am a very Dutch person. Dus, zoals ik al zei... misschien zijn ze heel erg nieuwsgierig naar het design wat ik hier aan het maken ben. You can donate? Nee. I will never ask for money. Ik praat wel gewoon Nederlands. Sorry for the English viewers. This is a Dutch stream. I'm focusing on the Dutch language. So, welcome to the stream. If you're not Dutch, well, sorry that you can't understand me, but welcome anyway. Goed, met dat gezegd te hebben, waar is de kaas? De kaas die heb ik gisteren op. Dory. Zie ik je niet te veel spammen met de emoticons, alsjeblieft. Dus, nou, misschien zijn ze heel erg nieuwsgierig naar het design wat ik aan het maken ben op Terraria, wie weet. Als hij ooit afkomt. Hè? Nou, dat is het leuke met, weet je wel, als je iets aan het maken bent van... Je weet het niet. Maar ja, als er aan mij... Als ik afkom, dan is het ook echt game over. Want het is hardcore. Da, 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 da. Noem hem maar Daniel. Nee, ik heb nou mijn leven lang getraind om jou ICQ-mander te noemen. Dus je blijft die ICQ-mander. Oké, Daniel. Even deurie. Ik heb nog geen 2 minuten vol. Nee, waarschijnlijk is dit dat leerplan waar hun het over hadden. En je, wat hebben jullie vanavond gedaan? Wij hebben trainer Steven gekeken. Je weet wel tegen de juffrouw, dat de juffrouw zoiets heeft van... misschien moet ik daar wel mijn les op focussen. 146! Volgens mij is Switch gewoon bugged. Ik weet ook niet. Ik zit nu nog wel even in de lijst te kijken, maar... Ik kan ook niet echt aan de namen eruit ophalen van... Dit zijn bijvoorbeeld Nederlanders of... Nee, het zijn allemaal namen die niet echt een gevoel geven van, behalve een paar, maar daar weet ik al van, dat is de bekende groep. Hello, this is Trainer Stevie. I am really confused about that there's showing so many people there. I'm speaking this in English because my Nederlands is veel beter. Welcome all to my show.
That's going completely out of nowhere because I had vacation and I was like, let's stream! And here I am. Waarom dat ik dit nog steeds in het Engels aan het uitleggen ben, ik heb geen idee. Wij zijn iets aan het bouwen, verdorie. Zoiets. Dus like, favorite en subscribe! Toad, ga weg, wij houden niet van die onzin. Het zijn allemaal van die Twitch-modders, weet je wel? Van die Twitch-mensen die echt zoiets hebben van... Wij werken voor Twitch. Wat doe jij hier? Hoezo heb jij 154 kijkers? Je bent verdorie een huis aan het bouwen. En je bent aan het mouwen over kaas en koffie. Jongens, ik heb gekkere streams gezien. Maar goed, in ieder geval jongens, laten we ons daar niet gek door maken. We houden het gewoon zoals dat het is. Gewoon gezellig. Ja. Wees blij dat het geen actieve chatters zijn, want anders krijg je zo'n Twitch-Pokémon dat je allemaal van die spammers krijgt. En dan heb ik inderdaad echt wel meer. Dan roep ik gewoon echt zo van, Flareon, Umbreon, nu naar de... We hebben je nodig. Ja, dan roepen we inderdaad de andere moderators erbij, want dat zouden we niet bij kunnen houden. En dan zou ik ook slow-modus in moeten zetten, noem het maar op. En dat is gelukkig niet nodig, maar op het moment. Inderdaad. Dat is eigenlijk alleen maar fijn. Weet je wel niet hoe leuk huiswerk is met jouw commentaar, Stevie? Waarschijnlijk heel erg afleidend. Ik weet niet hoe je het voor elkaar kan krijgen om überhaupt huiswerk dan te doen, inderdaad. Wow. Ik bedoel, nu lach je je suf, maar volgende week kom je naar me toe. Stefan, echt serieus, dankzij jou heb ik een 4 gekregen voor mijn huiswerk. Ik zie het nog gebeuren ook, dat is het ergste. Oké, hoe ga ik dit dan maken? Want ik ben aan de onderkant ben ik van plan om een ander soort steen te maken. Maar ik vind dit al een heel erg leuk design. Het ziet er al heel mooi uit trouwens. Ik ben mijn eigen dungeon aan het maken, jongens. Dungeons met stenen. Een nieuwe game. Dan vind ik ook dat er traps en dergelijke in gezet moet worden. Nee. Zicht door je eigen huis heen moet. Nee! Ik ga traps er inderdaad maken om ervoor te zorgen van... Hey, kijk, nou kan ik in één keer hier als ik op dit knopje druk dat er een poortje open gaat, weet je wel. Maar dat kan pas bij de mechanic. En niet... Ho, Merry Christmas. Ik ga... Is jouw schuld, hè? Is typisch Mine weer, hè? Echt. Wat doe je voor huiswerk dan? Werk thuis... Dus iedereen die dit leest, hou AUB de chat rustig. Dank je voor het verspelen van 15 seconden om dit te lezen. Ja, ik wil mijn 15 seconden terug, Pluto, en nu heel snel. Ja! Ik ben dit zo gemeen! Het kost maar 15 seconden. Zo. En dan zo. Denk ook dan het midden. Ja, ik wil er geen hout van maken, want hout vind ik weer een beetje te... Ik wil er wel een paar banners doorheen gooien, dus waarschijnlijk moet ik nog wel iets met die achtergrond doen en alles. Dus, je moet nu een visitekaartje maken. Nou, zolang dat de koffie is, dan komt de visite vanzelf. Kan niet meer. Ja, dan heb je niet eens een kaartje nodig. En een koekje erbij doet al helemaal goed. Ik zit eventjes te denken, wat zou nou het mooiste zijn om in het midden daar te plaatsen? Iets middelmatigs? Misschien palmwood of zo, maar dan moet ik helemaal naar een oceaan toe. Tja, dan heb je in ieder geval een avontuur. Ja, dat zeker. Ja, glas. Ik ben wel sowieso van plan om ramen te maken. Maar ik wil eerst eventjes steunbalken maken. Want ik wil al een beetje een realistisch iets. Het grappige is, dit is een trucje. Voor die English viewers, if you are there. Because seriously, why the hell do I have so many viewers at this moment? Maar goed. I will explain it later in English as well. Hoe mooier dat je je huis maakt in een hardcore, des te meer moeite dat je doet om in leven te blijven. Yep. En het voordeel van Terraria is, de wereld blijft opgeslagen en dan kan ik gewoon met een ander karakter nog in, dus kan ik mee cheaten. Nou, in wezen kan je ook cheaten in een Minecraft hardcore wereld. Behalve als je cheats uitzet. Daar moet je even op een andere manier dat doen. Dit voegde niks toe.
Dankjewel voor deze zinloze uitleg. Geen probleem. Mooi. Nou, met dat gezegd hebben, voor die English viewers, I was just explaining to my Nederlandse viewers. Gebrekkig Engels, echt leuk joh. That how the more nicer your house is in the hardcore, the more you're trying to stay alive. Trying to stay alive. Jee beetje! Waar de actuele vliegende, vloeiende kolen, gloeiende kolen, weet ik het allemaal nog meer. Get your ass in Skype nu. Ja, we hebben 145 kijkers. Dit kunnen we niet bijhouden. Dat is een sneeuwbom. Volgens mij kon ik ook beams. Ja, hier hebben we de beams. Nou, dan zou je zeggen van maak het symmetrisch. Nee, want waarom zou je iets symmetrisch maken? Symmetrisch maakt het juist saai. Je moet het gewoon ergens gewoon plaatsen van niet te dicht op elkaar, maar ook niet te ver van elkaar af. Weet je wel? Een beetje, gewoon zoiets. Ja, hallo is... Heb ik jou de toestemming voor gegeven dat je eerst mag eten? Jij komt nu hier. Nee joh, smakelijk. Kijk, dat is die humor waar ik het over had, weet je wel. Je gaat eerst gewoon inderdaad lekker hatelijk wezen en daarna zeg je... Haha, grapje. Ah, verschrikkelijke lach. Maar... waar zijn mijn beams? Ja. Ze voegen totaal niks toe, maar ik vind het gewoon zo grappig om die dingen te hebben. Het adt gewoon een beetje realiteit naar je huisje toe. Nee, een beetje. Ik zat met die geinen. Haha, nou val je in mijn grap. Die Stef, die wordt met de dag brutaler. Je gaat naar Skype of je nou wil of niet. Wij, de viewers, die man. Oeh, dat ziet er echt gaaf uit. Jezus, joh, moet je kijken. Jongens. Zo. Maar eigenlijk is het misschien grappig als ik hier glas inderdaad gewoon in zou zetten. Mimé, wat denk jij? Ik denk niet. Nee, daar was ik al bang voor. Ik had juist besloten dat ik mijn hersenen even uit zou zetten. Maar jij bent normaal gesproken de designo die designo dino. Nou, zo goed in designen interaria ben ik ook weer niet. Maar hoe wil je het eruit zien? Ik vind het verrekt al lelijk. Nu mee, dames en heren. En waarom heb jij geen pizza voor mij dan? Pizza? Broom op de scooter. Riolu, taal, kom op. Er zitten grenzen. Er zijn grenzen, hè? Kom op. Ja, dat doe ik wel even... dat gaat te ver, inderdaad. Ja, en het is maar 10 minuten. We nemen het niet mee naar... wacht eens heel eventjes. Klinkt maar ik opmaken. Dit is gewoon puur alleen een waarschuwing hier en dat is alles. Ik bedoel, als ik dit helemaal glas maak, dan is dat wel een beetje jammer, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, hoe ziet dit eruit? Oeh, en dan er zo'n raampje gewoon ergens tussenin maken. Dit is Terraria. Iets dat om een of andere rare reden heel vaak verward wordt met Minecraft, terwijl het totaal geen Minecraft is. Jawel! Want er zitten zombies in! Nou, dat houdt in dat we net zo goed over kunnen gaan tot Death Road to Canada livestream. Nou, Nee, Left 4 Dead! Ik weet niet, ik vind het wel hebben. En dan dadelijk gewoon echt een omranding van hout maken. Zodat je dus echt een beetje zo'n wooden frame hebt. En dat kunnen we met jungle hout doen. Al is dat levensgevaarlijk om op te halen, maar gaan we het toch doen. Want voor je het weet heb je snikker 29. Oh wow, het nummertje zit nog steeds te groeien. Wat?
ik ga gewoon mijn huis afmaken. En jongens, leuk dat jullie er zijn. Nice that you are here. I am very good at English. And this is a Dutch stream. So I am speaking Nederlands. Met bacon. Dus. Ik ben blij dat ik het nummertje niet zie en alleen maar van jullie hoor, want ik word nou al nerveus. Ja. Nee, echt niet hoor. Ik kan nerveus worden, kom nou. Nee, maar in principe, het nummertje is ook totaal niet belangrijk. Nee, heb ik nog nooit... Het grappige is, het is een nummer, jongens. Ik bedoel... Ik heb nummers nooit eigenlijk echt belangrijk gevonden. En dit ziet er nou heel erg apart uit, maar er komt dadelijk natuurlijk nog veel meer aan. Want ik vul het nou heel eventjes hiermee op. En dan gaan we heel eventjes het andere gevaarlijke hout pakken. Ja, vul het achter die beacons op, wat maakt mij het uit? Anders krijg je daar ook weer dat licht op en dat wil je helemaal niet. Ja, in wezen laat ik het zelfs zo zeggen. De stream is eigenlijk in de chat net zo gezellig als aan het begin van de stream. En daarvoor wisten we niet eens het nummertje, omdat we niet eens naar keken en niemand zei er wat over. En waarschijnlijk was het toen heel stuk kleiner. Nou, laat ik het zo zeggen. Met heel veel die hier kennen mij, zeg maar, van Mario Galaxy. Van Mario Galaxy 2. En ja. Dat was ook zo'n situatie dat YouTube in één keer daar, ik weet niet hoeveel mee promoten, en tot in één keer massaal mensen dus naar mij gingen kijken van mijn Mario Galaxy. Die mensen die zitten nou nog steeds bij me omdat ze mijn content gewoon leuk vinden. Niet omdat Mario Galaxy zo'n awesome spel is. Het is een awesome spel, maar ik bedoel, iedereen kan het spelen, weet je wel. Maar blijkbaar omdat ze mijn content leuk vinden en die mensen zitten hier nou nog steeds hier gezellig in deze chat. Zeker. Die mensen hebben het vandaag de dag nog steeds over Mario Galaxy, maar ook over andere projecten. Sommige waren wat minder, sommige waren saai, sommige waren echt Stevie, why? Weet je wel, maar... Daar ben ik nog steeds ook niet achter, net zoals die hardcore die nooit afkomt. Nogmaals excuses daarvoor. Maar ik heb zoiets van, ja, ik doe het gewoon voor de fun, jongens. En echt een nummertje, dat maakt niet echt zoveel uit. En dat probeer ik dus iedereen echt heel erg duidelijk te maken van, jongens, it's not the number that counts. Het is de gezelligheid die je erbij maakt. En al zouden er dus heel erg veel mensen zijn... Hey, dat nummer dat is er waarschijnlijk om een reden... of waarschijnlijk is het een bug. Het maakt mij niet uit, zolang dat jullie het allemaal maar gezellig hebben. English people as well. I hope you have a very good time. And otherwise, well, this is Stevie from Holland. Eigenlijk from Netherlands. Maar everybody say I love Amsterdam. Dus, warme stad. En, ik ken jou van... Wie? Wat? Essie Benelux? Volgens mij... nou, dat is een evenement dat... een gamecompetitie evenement. Ik ben daar daadwerkelijk een keertje geweest en vond daar helaas niks aan. Want er was niks te doen behalve dat kijken. Maar ja, ik kon er gratis heen en zelfs... Dat vond ik het niet eens waard. Maar volgens mij ben jij daar niet geweest. Dus nee. Volgens mij heeft hij hier twee evenementen door elkaar gehaald. Maar ja, dat is hetzelfde tot mensen mij nog steeds wel als de Magikarp Fisherman noemen. Terwijl dat ik toch echt wel de Eevee trainer ben. Of wacht even. Was dat niet het evenement daar, van... wat wij het Sony evenement noemden, want... Oh, dat PlayStation Virtual Reality gezeik! Ja, want het enige wat daar te doen was, was dingen met PlayStation eigenlijk. Volgens mij bedoelt hij dat. Het zou kunnen. Wacht even, ik weet het weer. Ik weet ze... Ik kan mijn half zijn gezicht zelf weer voor me halen. Sorry, maar ik moet heel eventjes... JB'tje die vraagt heel eventjes hier om een quote van Resident Evil. Little rough, don't you think? Nou, misschien is het wel leuk om eigenlijk bij zo'n banner of zo ergens, want ik vind deze support dingen, ik vind het, tot nu toe vind ik het er al heel mooi uitzien, dus dat is zeker geen probleem. Maar we moeten dus heel gevaarlijk hout halen, maar het is op het moment nacht en de jungle is een hele gevaarlijke plek, dus we kijken wel eerst eventjes voorzichtig uit, want we moeten natuurlijk huisjes maken. Dus we hebben onze eerste kerker, ik wil hier ergens een trap naar boven toe maken, ik denk hier ergens tussenin, omdat we onze eerste huisjes, we kunnen hier ook huisjes maken, dat is geen enkel probleem, maar omdat het hier naar beneden toe loopt... Heb je het gevoel, of heb je het gevaar tot dus je NPC's ook hierdoor naar beneden kunnen vallen en dan ben je constant je NPC's kwijt.
Yep. Snicker, het is hardcore, dus nee, er is geen deadcount nodig. Het is hardcore. Ja, het is letterlijk 0 of het is 1 en bij 1 dan is in wezen game over. Ja, of we stellen in omdat het zo'n mooi gebouw is wat we aan het maken zijn tot ik weer met een nieuw karakter moet beginnen met 100 HP. Ja, dat is misschien wel een leuk idee. Want hoe had ik hem ook alweer hier genoemd? Kan ik dat zien, even snel? Ik kan geen chat in. Oeps. Maakt niet uit. Als hij deze keer doodgaat, is het helemaal klaar vanwege... Nou, in ieder geval, ik vind het altijd hartstikke fijn als fans ook nog eens een keertje meehelpen met van... Hey, kijk, een ster! Ik zie een ster, hij kijkt over je. Weet je wel, tot fans gewoon echt het antwoord al geven zonder dat jij het hoeft te doen. Ik hou van jullie, slijm, slijm. Alleen zie ik nog steeds die unfinished beam, maar ik wil eigenlijk dit ook een beetje uit gaan hakken in verband met... Dan kunnen we dadelijk die kamers maken, want jongens, echt... We moeten naar een baas toe, maar we zijn te leuk aan het bouwen en we zijn te leuk te kletsen met elkaar. Ja, plus de rechterkant van de wereld heb je ook nog niet eens bezocht. Nee, dat weet ik, maar ik wil nou eerst... Nou ja, trouwens, Palm! Nee, Palm is... Niet, we gaan niet naar de jungle, we gaan naar Diepfriesland. Diepfriesland, echt serieus. Maar... Daar kun je namelijk ook van die boy, en daar krijg je ook een hele mooie houtsoort van. Diepvriesland, kom maar erop. Geen zorgen, bij heeft de jurk der onsterfelijkheid. Jan Barend, ik dacht dat mijn English very goed was, maar jouw Nederlands is perfecto. Snicker, maak je daar nou maar geen zorgen over. Ik bedoel, serieus, ik ging voor de grap even de Discord chat in en ze begonnen gelijk allemaal te mouwen tot ik erin zat. Ik vind het nog steeds een ranzig verhaaltje, maar ja. Puberale gedrag van tegenwoordig. Liefjon, doe je mesbladaanval. Liefjon, Zombies. Livion. Ja, wat wil je, hè? Het is geen YouTube, dus je hebt ook zoiets van... Oh, je verwacht nou tot er een editvenstertje komt. Nee. Nou, dat was toen wel iets dat startte bij de Terraria. Ja, nee, dat klopt. Dat was toen inderdaad ik elke keer zo'n konijntje editen. Die heette Fiverr. En daarna was het inderdaad een Eevee en dat was helemaal doorgelopen naar Glaceon. Yep. Dus. Je wordt gestalkt. Dus jij staat al de hele tijd achter me in mijn nek te heigen. Nou, fijn weet ik dan ook weer. Ik wil die ster! Maar dan moet ik wel door heel veel zombies heen. Misschien is dat geen goed idee. Weet je wat? Screw it. We gaan gewoon nog overheen. Waarom doen? Geronimo, kijk nu op mijn rokje, viespeuk. Smeerlapperij. Ik kan ook mijn sterren gooien. Bleh, 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 bleh. Nee, je kan niet met sterren gooien, je kan met sterren werpen. Want het zijn werpsterren, niet gooisterren. Nogmaals jongens, it's just a number. De gezelligheid, dat ben jij. En wie is jij dan? Jij. Ik? Nee, jij. Bedoel je mij dan? Is... Nee, jij. Het is grappig om dat nummertje te zien. Zeker. Maar dat... Je wordt er super nerveus van, begint ervan te trillen, weet je wel. Begint er in één keer heel erg bang van te worden, begint te stotteren. Begint in één keer heel erg gebrekkig Engels te spreken. Because you have no understand. If they actually understand that you are understanding, they are understanding. Understand? I don't begrijp. Do you understand my fietspomp? Ja, mijn fiets moet nog weer opgepompt worden, ja. Ik denk dat ik hier eigenlijk... dadelijk dat ijsgebied, het is levensgevaarlijk, maar ik wil hier eigenlijk een soort van iglo van maken. Ik denk dat het eigenlijk best wel leuk zou zijn.
Het gaat om de kwaliteit. Jongens, jullie hebben net gewoon 30 minuten zitten te staren hoe dat ik een inventory probeer te kleren en gezellig met jullie aan het kletsen was. Ik denk dat de kwaliteit eigenlijk bij deze keer wonderbaarlijk genoeg het laagste is. Nou, ik denk juist eigenlijk niet. Ik denk juist dat dat juist de goede kwaliteit maakte, maar... Nou, de slechte kwaliteit gaf de entertainment inderdaad. Maar de kwaliteit zelf... Probeer jij nou gewoon te zeggen dat mijn kwaliteit slecht is? Ja. Die mod, nu. Je weet je, jij bent de nieuwe met je kar. Wait, what? Nou, wauw. Gelijk dat hele dramatische... Nou, moet ik dan een litten zijn? Als jij dat vraagt. Ik heb er nog geen zin in. Ik kom met je kousen. Met je cat? Cat? You're a kitty cat. And you dance, 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 and you dance, dance, dance. Cat? You're a kitty cat. Dat is wel heel snel corruptie. Willen we hier doorheen? Nee. Ja. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Ik wil hier niet doorheen. Ja. Wel. Ze hebben Oh boy, nee. Ik heb hier niet genoeg shurikens voor. Oh nee, 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 nee. Dit is suicide, dit is suicide. Nee. Dat is leuk voor je, maar ik heb besloten dat je er doorheen wil. Ja, dan heb jij een dikke pech. Ja, maar ik heb besloten dat jij er doorheen wil. En die steiger staat niet helemaal lekker op zijn pootje. Nee, klopt. Daar moet ik nog even een extra beam voor maken. Auw! Die spinnen vind ik echt zo eng. Zie je nou wel, Steve? Die is bang voor spinnen. We moesten zweten. Nee, dat waren wespen. Waar je nou mee gedachten zit. Nee joh, ik zit puur te geinen. Nee, dat waren wespen. Ik zit puur te geinen. Maar ja, inderdaad, wespen daar. Ja, nee, maar dat mogen ze ook best wel weten. Of je niet bang. Ik zit puur te geinen. Ja, dat weet ik. Ik versta er geen zak van of je nou aan het lachen bent of aan het huilen bent. Of ik weet het niet meer. Jongens, nu bij trainer Stevie. Skrill Q Music, weet je wel? Het geluid. Oh nee, als het geluid is, waar heb ik dat ook weer? Kijk of ik weer het geluid voor elkaar krijg. Oh nee, wacht even. Ik heb daar het labeltje aan gehaald. Dat rust iedereen. En mwah, good night everybody. Wat was dat? Geloof me, maat, dat wil jij niet weten. Oh, wacht even, ik kan het hier ook op. Het geluid. Stevie weet het. Eerlijk gezegd denk ik dat ik het helemaal vergeten ben. Daar kwam toen een keertje het grapje van. Het is echt heel lang geleden. Dus je weet het geluid ondertussen al niet meer? Nee. Misschien weet de chat het dan wel, het geluid. Het geluid is nu 100 euro cent. Met aftrek van 9 euro donatie. Dus goed, nou in ieder geval, we gaan weer eventjes een gevaarlijke cave in. We willen weer al een beetje spanning geven. Spanning en sensatie, elke keer weer een nieuwe relatie. Dus, dat klinkt eigenlijk best wel heel erg gemeen. Ik moet eigenlijk een stoel... Eigenlijk zou ik een marmer biome of zoiets moeten vinden. Ik wil gewoon een leuk huis maken, maar ik krijg de materialen er niet voor en daar baal ik van. Dat is allemaal Mumee's schuld. Ja, jouw schuld is... Kan ik hier? Nee, dat kan nou weer net niet, hè? Zul je net zien. Kan ik hem hier ophangen? Ziet er leuk uit. Zo, poef. Ga gewoon onze helft erin. Neem een staafdynamiet mee. Maakt ons het uit. Neem gewoon staafdynamiet mee.
Kunnen ze plankpotion meenemen? Kunnen gravitation... Nou, gravitation potion vind ik doodeng eigenlijk op het moment. Dan wil ik een verder falling potion bij hebben. Jongens, zeg er nou niet. Dan zit je een beetje op te hopen tot het op... Want dan hoeft hij de chat niet in. Ja, hij heeft er gewoon totaal geen zin in, dus... Een flame hoor. Ja. Even kijken, hebben wij genoeg torches? We hebben 52 torches. Laten we daar heel eventjes iets meer van maken. Zo. Je kan naar een put gaan, muntje in de put gooien en wensen naar goede spullen en misschien krijg je ze dan wel. Nou, dat zal zeker wel zijn geweest. Het probleem is, we hebben Mu mee bij ons zitten. Dus ja. Tot nu toe zijn alle kistjes kutkistjes. Ja, plus dat muntje uit de put. Ja. Die jat nu mee dan. Ja. Waarom zou dat... Dat is nutteloos. Ik heb die direct uitgeplukt, joh. Nou ja, in ieder geval, dit past wel bij de jurk. Wauw. Zie mij snel gaan. Grapje. Grapje. Het is hardcore, ik moet dat niet te vaak doen. Ah, wat kan er misgaan? Je weet dat dat de muzieknoten zijn van de Death Ringtone, right? Het is hier nog niet eens fatsoenlijk verlicht. Oké, weet je wat? We gaan gewoon... Nou, dit is nog... Dit is al een soort van ondergronds. Maar ik wil toch iets dieper. Ik bedoel, we hebben al een platinum helm op. Ben je nu Mary Poppins, als jij dat wil? Heel snel het woord verlaten. Oké. Okay. Ik denk dat we hier wel even kunnen gaan exploren. Wel niet. Dit is wel diep. Kom ik daar ook een nimf tegen. Nog erger. Nee, hier valt niks te exploren. En ik heb geen zin om nou weer de hele tijd om een muur heen te moeten gaan, dus. Mary Poppins. Over the rooftop, step in time. 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 Ik heb dat nummer nog. Just a spoonful of sugar. Taste the medicine. Go down. The medicine. Go down. Medicine. Go down. Sorry, ik vind het zo'n zeurnummer, maar ik kan er niks aan doen. Het klinkt hartstikke leuk, maar... Excuses. Excuses niet aanvaard. Jammer voor je. In mijn livestream wordt ook muziek belachelijk gemaakt. Deal with it. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Duur omdat je... Dat deed kwam het enigszins weer bekend voor, maar ik weet niet eens of ik het een leuk stuk muziek vond. Wauw. Onze muziek kennen, dames en heren. Waarschijnlijk vond ik hem niet boeiend genoeg en dat ik hem daarom ook niet herinner, dus... Misschien vinden we een cloud in de bottle. Ik had gewoon deze bier mee. Die heb ik zelf namelijk. Oh! Eerst jatjes spullen. Hello, you speak English? Yes, I speak English. I have no idea why, but I can speak English very good. This is a Dutch stream, so welcome, of course. I am talking this stream entirely in Dutch, because, well, we are actually focusing on Dutch. Without jokes, welcome to the live stream. Sorry, we're focusing on the Dutch language, because it's a Dutch stream. But you're welcome to stay, and yeah, I'm sorry if you can't understand anything we're saying, because it's in Dutch. And yes, I was joking about bad English in the beginning. So sorry if you are very offended by that, because I really don't care. Actually, I do, but you know the joke! En als antwoord, ik ben NL, haha. Maar dat maakt niet uit. Het zorgde er weer voor een Engelse grap, ik vond het goed. Inderdaad, ik vond hem ook leuk. En dan komt iedereen op school aan, ja, because I don't care.
Ik krijg echt zoveel klachtbrieven van leraren. Ik zie het allemaal voor me. Ik zie het gebeuren. Want ze hadden niks. Waarom heb ik eigenlijk geen danger sense potion? Dadelijk land ik op een switch. Oeh, ja, dat zou heel eng zijn. Dat is het risico. We hebben een minecart. Daar kunnen we op... Is dit platinum? Or is this just fantasy? Caught in a landslide. There's no escape of reality. Ja, mouth en gaap to the sky. And see. You're just a poor boy. I have no sympathy. Here he go, little high, little low. Anywhere the wind blows, it doesn't really matter to me because we're on the ground. Precies, in de wintertijd. Oh boy, knockback rent mij. Oh, dit vind ik niet leuk. Dislike. Oké. Okay. I'm okay. Stefan, wat is tijd hoor, want wij zijn vrolijke mensen. Je hebt echt een betere pickaxe nodig, man. Ik weet er alles van. Oh, trouwens, dit is hardcore. Mocht je het nog willen weten. Dus ja, dot is dot. La 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 la. Dot is dot. Niet Dottie? Nee, maar dot. Ik vind het wel grappig. Iedereen die denkt nou eigenlijk dat ik een gigantische amateur ben in Terraria. Ze moest eens weten. Hoeveel uur heb je er al? Over de 1000? Ik geloof er niks van! Maar 995 uur daarvan was besteed starend naar je inventory. Op zijn minst. Ik zie goud. Maar ik ben heel bang voor switches. Dat ziet eruit als een... Nee? Oké. Okay. Dat ziet eruit als een patch met ore, inderdaad. Ja, hierboven ook inderdaad. Maar volgens mij is dat gewoon... Dat is iron. Hoe lang zijn we aan het streamen? Ik heb geen idee. 3 uur? 3,5 uur. En het begon als een grap, maar liep totaal uit de hand. En blijkbaar geeft dat de leukste series. Laat ik het zo zeggen... In privé situatie heb ik eventjes een lastig moment even gehad. En ik moest heel erg veel fixen en ik heb heel weinig slaap gehad. En ik zat echt zo van, ja, ik zat modder Terraria te doen. Maar modder Terraria, er zit daar zoveel stuff in. Waardoor dat het een beetje, ja, niet interessant meer is. Weet je wel, van je kunt te veel kanten op. Dus de gewone vanille dingen, die zijn dan echt gewoon van, ja, joepie, ik ben het tegengekomen. Maar daar kan ik weer wat overpowder de stuff van maken, want hey mod, weet je wel. En toen kwamen we in één keer op het idee van zullen we hardcore maken. Dus ik ging een karaktertje aanmaken. Ik zeg zo van, zou ik voor de grap gewoon live gaan? Weet je wel, gewoon zonder restricties. Gewoon taalgebruik. Hoppakee, we geven er een waarschuwing op. Kan ons, we maken het ons uit. Weet je wel, hoppakee, gewoon doen. Nou, dat is de gevaarlijkheid. Ja, maar ik zie geen ontsteker, dus... Nou zijn de explosives weg. Maar het zag er alsnog gevaarlijk uit. Dat zeker. Maar goed, in ieder geval, we gingen dus in de Discord, die dus Mumee al een paar keer heeft lopen te spammen. En ja, het grappige was dus inderdaad, wij vroegen dus van, ja, zullen we live gaan? Jee of nee? Waarop dat iedereen dus zei, jee, behalve Mumee, die wou weten wat ja betekende. En blijkbaar was dat jee. Dus dan weten jullie dat voortaan ook. Dus heb ik gezegd, oké, prima, we gaan live. Nou was het eigenlijk de oorspronkelijke bedoeling om een YouTube-serie te maken van de modded versie. Expert, weet je wel, tot je 300 keer doodgaat met die modderde zooi, noem het maar op. Maar ik heb nog nooit Terraria X of Hardcore gedaan. Dus dit was eigenlijk gewoon bedoeld als voor fun. En ja, het grovere taalgebruik, dat is er eigenlijk gewoon een beetje extra bij ingerold. Nou komt dus de grote grap, we hebben nou dus ook nog eens een keer besloten dat dit daadwerkelijk de Terraria-serie gaat worden. Dus... YouTubers, nou Discord, ik zal hem ook natuurlijk in de beschrijving neerzetten, maar... Ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen.
En ja, ik ben een expert in Terraria. Ik weet hoe dat Terraria werkt. Daarom ben ik nog steeds in leven. Ik speel heel voorzichtig, omdat het is mijn eerste ervaring met hardcore. En we hebben geen Danger Sense Potion bij ons. En dat kan gevaarlijk zijn. Maar we hebben nu heel erg veel goud. Dus we kunnen eindelijk een betere pickaxe dadelijk maken. Oh mijn god, de bladmoon is blij. Oh boy. I do not like it. Maar ja, aan de andere kant kunnen we de money through krijgen. Oh, ga ik de confrontatie aan, maar ik heb nog niet echt de materialen om. Plus, als ik een recall potion kom, kom ik niet thuis uit. Oeh. Al is het wel, als je nu gaat, dan valt het nog wel mee. Niet echt, maar goed. Nou ja, wat meevalt is, het is nog vrij licht. Dus... En ja, ik ken het trucje van, maar ik pak... Even kijken, want ik heb een boog. Maak pijlen. Zo. Alleen, ze zijn niet piercing. Oh, maar kijk hoe druk dat al is, jongens. My god, this is bad. Ja, we kunnen onze helft beter induiken, omdat het te gevaarlijk wordt. Ja, klopt. Plus, de cactuszwaard geeft een decent knockback. Plus, hij is groot. En dat helpt enorm. Zie, we kunnen gewoon hier een deur open en niks aan. Maar dat is saai. Jammer, het is hardcore. Dan ben je voorzichtig. Dus, dat zou wel heel erg jammer zijn als ik inderdaad de bladmoon... Oh, ze komen van achteren. Oeps. Hoi. 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 Little rough, don't you think? Ja, dat past wel bij die bloedregen. Ja. Mijn... Mijn maar kijkers, maak je geen zorgen. Die herrie gebeurt altijd heel even de eerste 30 seconden dat jij beter is en daarna verdwijnt het altijd. Dan zeg ik, zet je zonnebril op en deal with it. Dus, je beetje, waarom duurt dat zo lang? Pizza? Goeie reden, toch? Ik moet wel even een nachtje over slapen. Oh! Ik niet. Ik heb er even een pizza op gegeten. Ik heb weer een goodie bag! Ja! En ik merk één ding. Sorry, maar via Skype doe ik wel heel eventjes de screenshare af. Je begint nu toch hapering te merken. Oké. Ah. Damn pizza. Nee, niks damn pizza. Lekkere pizza. Ding dong, damn pizza. Little rough, don't you think? Ja, tuurlijk. Dat is Leafeon. Ik denk, ja, dat wordt onze Jolene. Ik zal daar in de facecam even Jolene er even bij pakken. Dan weten jullie wie Jolene is. Do the thing. Nee, dat is Jolie. Oh. Maar inderdaad, daar is wel een beetje de naam op gebaseerd. Dus inderdaad, ik zeg heel erg vaak Jolene do the thing. En dat is slapen bij... Wat voor pizza had je? Een ronde. Wauw. Oké, jij hebt onze smaak al te pakken. Goed zo, JB'tje. Helemaal goed. Ja, je bent er of je bent er niet, hè? Ja, maar we zijn al... We hebben een waarschuwing op taalgebruik en alles. We zijn echt heel erg los bezig en alles. Dus... Nou ja, je zegt wel alsof ronde zo normaal is. Maar ja, de keren dat ik thuis zelfgemaakte pizza heb gegeten... hadden we altijd een vierkante pizza. Nee, het ging mij erom hoe droog dat het eruit kwam. Wat voor een pizza? Een ronde. Gewoon super droog. Daarom vond ik het geniaal. Ik wil een beter antwoord. Nee. Ja, dat kost wat je een pizza. Wat zijn dat voor vogels? Nee, dat kost je een pizza op zijn minst. Doneer een pizza en... Ja. Of een driehoek. Nee, ik heb nog nooit een driehoek pizza. Dat is een Illuminati pizza. Nou ja, in principe als je een pizza punt hebt... ...van een vierkante pizza... ...dan heb je een driehoek. Wow. In ieder geval je beetje, Jan Barend in de chat, die is nu net Skype binnengekomen. Ja, hallo. Voor de zoveel kijkers die er nog zijn.
voor de 89 of zo. Ik weet niet op welk nummer dat we zitten. Echt serieus, jongens. 63 nu. Ja, echt, wat de actuele neustwitch. Ik ben gewoon een zagrijnige dude die gewoon echt een beetje zagrijnig is begonnen vandaag. En nou eigenlijk een hartstikke gezellige livestream heeft. Daar niet van, maar... Het zou nou helemaal mooi zijn als ik nou nog een piggyback krijg. Maar dat zal toch niet worden omdat ik toch geen geluk heb in deze livestream. Anders had ik ondertussen wel een cloud in een borrel gehad of zo. Wat is dit? Miauw. Yeah. Ja, die waren eigenlijk in vanille waren deze toch best wel sterk. Paraplu heb ik nou niet nodig. Ja, in principe ze kunnen niet eens tegen je aankomen. Ja, dat is wel een goeie. Hey, ik zal mijn gravitation potion gebruiken. Gravitation potion? Ja, is toch leuk? Dude, hardcore. I know. Dus dan zou ik het in combinatie met de verfalling doen. Oh. Nou, in principe in combinatie met je paraplu kan het ook. Ja, ja zou kunnen. Maar dan, heb je kans inderdaad dat je dan harpies tegen gaat komen en dan snel per ongeluk op een andere en dan drop je precies Eevee. En dan drop je heel erg per ongeluk iets en dan voor je het weet is het toch dat je dood bent gegaan. En verder falling potion geeft echt een garantie dat je niet geraakt zal worden door falling damage. Wat heb je trouwens aanstaan met allemaal superhelden zombies en... Niks. Simpelweg het is Halloween. Oh ja. Wat so boys and girls of every age, JBJ found something really strange. En ik zie een follow Affinity. Welkom bij Team Eevee. Gezellig dat je erbij bent. Hoi. Welkom. Dank voor de follow. Follow me, follow me, follow me. Maar alsjeblieft niet als ik naar de wc ga, want dat is creepy. Altijd. Ja, nu ben je niet zo spam hoor. De hele tijd dezelfde teksten. Spam, man. Hi, hi. Even kijken. Ik wil een piggy bank! Oh, we hebben nog één Eevee nog niet. Hoppa. Het zou wel een beetje creepy inderdaad zijn. Hè? Ik ga naar de wc en dan denk ik zo van... Die volgt je nu. He is watching you. Stream je alleen maar Terraria? Nee. Maar we moment, hebben Mario Maker. Death Road to Canada is recent gestreamd. We zijn nog van plan om ook weer een keertje Subnautica weer te gaan doen. We hebben nog andere games hebben we ook nog gestreamd. We hebben Zooter gedaan. Dat is een Legend of Zelda randomizer. Ja. We hebben even Ultimate Nee, we doen geen frot. Absoluut niet. Nein. Nope. Denied. Mario Kart hebben we ook gestreamd. Mario Kart hebben we laatst gespeeld inderdaad. Dus we hebben een redelijk assortiment ja, aan. Mystery Dungeon die heb ik nog op de planning staan met live voice acting en noem maar op. Wat begon als een let's play, maar liep totaal uit de hand. Wat let's play, of ja, streams, dat is leuker en interactief. Dus. Inderdaad. Daarom. En er zijn nog genoeg games die in de toekomst gedaan worden. Dus ja. Wel meer dan alleen. Ja, het kanaal is begonnen met livestreams. Alleen, ja, op livestreams. Of nee, niet op livestreams, op Let's Plays. Maar op Let's Plays heb ik eventjes zelf een pauze gegooid. Want ja, ik had geen tijd om meer zoveel te editen. Want ik moet al het editwerk natuurlijk zelf doen. En ja, ik vond de interactiviteit vond ik te weinig. Plus, YouTube was gewoon constant aan het zeuren. Wat ook heel erg demotiverend werkte. Ja, en YouTube nu is het gewoon hartstikke leuk. Omdat ja, je kunt interactief zijn met de kijkers. Ja, en Affinity, we hebben het al gewoon besloten. Het staat ook in de chat van de Eevee-chat. Gewoon nee. Gewoon nee. Er is geen waarom nodig, het is gewoon nee. En helaas geen piggybank. En dat is Mumee's schuld. Ja jongens, dat is een doorlopende grap en die blijft. Ja. Why? Maar inderdaad, ja. Dat blijft. Helaas. Ja. Nou, het is een nieuwe follow, ik zou het wel zeggen. 1, het is een overhypte game waar iedereen de hele tijd over zit te praten. En 2, het is niet mijn stijl of game en daarvoor speel ik het gewoon niet. Klaar. Yep. Ja.
Duidelijk, toch? Ja. Astiva, ja, dat... jij weet beter, dus ik ga jou gewoon nou negeren. Ja, dankjewel. Jij bedankt voor de follow, jongen. En misschien kom ik nog wel een keer tegen. Doei, doei. Wie weet. Goed, nou, in ieder geval, we hebben de Dead Moon. Wauw. We kunnen wolfje zijn! Ik wil een wolf zijn, ik wil een wolf zijn, ik wil een wolf zijn. Ik ben een Lucario! Ik ben Leroy! Ongelukkig! Oh, kut. Gelukkige Leroy! Yeah! Kut, dat is niet goed met een hardcore. Jongens, dit, we zitten nou wel te juichen, maar dit kan heel fout aflopen. En dat geluid op de achtergrond, dat is jullie die met een... zit er ook kaas in deze game? Op je gezicht. Zat kaas. Kaas over hier, kaas over daar. Nou ja, in ieder geval kan ik hier eventjes even kijken. We hebben... Wat was het laatste? Wegwerpzooi? Oh ja, dan hebben we nog bazen. Dus hoe gaan we de bazen noemen? Klotezooi. Ja, we hebben een waarschuwing. Het mag! En dan natuurlijk ook voor alle kostuums die we nu kunnen vinden, klerenzooi. Oh, die is goed. Nou, weten we dat ook weer. Ja, je weet je, dat staat ook in de titel, dus... Ja, ik weet het. Ik zie het staan. Mensen die verwachten het niet van mij en daarom denk ik dat het echt zoiets van... Oh, zei hij dat? Hij zei kloten en kleren. Ja, nieuw nummer. Kloten en kleren, lalalala. Kom op zeg. Little rough, don't you think? You gotta smoke. Je verwacht het niet, hè? Ah, eindelijk, je hebt hem gefixt. Heb je je daar zo lang aan zitten ergeren? Ja. Nee, ik was het alweer vergeten. Ik ook. Oké. Okay. Nou, in ieder geval laten we even een gouden pickaxe maken voordat er dadelijk weer mensen komen, dus... eens even kijken. We kunnen goud maken. Hopelijk kunnen we goud pikken, maar ik denk het wel. Ja joh, 26. We kunnen zelfs wel... een gouden zwaard zou ik niet maken, want dat vind ik een beetje zonde. Een gouden pickaxe, die is heel erg belangrijk. Die man ik. Nice. Maar we moeten echt zorgen tot NPC's komen. Dus we moeten nu eerst eventjes echt focussen op de NPC's. Dus je weet je, maak notities. Mumee, spring van een cliff. En Oké, okay. Tot ziens. Bedankt voor mijn sound effect. Je was er niet eens opgestaan. Oké, notitie staat. Ja, hij zat zich te storen aan een beam. Wat moet ik dan doen? Hem nog complimenteren tot hij aan het zeuren is over een beam? Ja. Mumee, de cliff hoeft niet 10 meter te zijn. Het mag ook een centimetertje zijn, hè? Dat weet je. Ligt er helemaal verkreupeld. Komt die nou mee? Door. Jury. Gloeiende kolen. Gloeiende kolen. Maar het liefste zou ik eigenlijk een andere biome vinden of zo. Maar het punt is, we hebben niet echt veel materiaal van dat we al leuke dingen zouden kunnen maken. We hebben ijs, maar we hebben geen ijsmachine, dus we kunnen geen ijsdeuren maken. Ik zou een cactusdeur kunnen maken, maar die vind ik daar ook helemaal niet in passen. En een gewone doorsnee houten deur vind ik saai. Dus... de enigste plek waar dat we eventueel iets zouden kunnen vinden, weten jullie nog dat ik zei, hé, ik wil naar de ijsbaaien. We moeten door de Crimson. Ja, natuurlijk moet je daar doorheen. Ik zei toch dat je daar doorheen wil? Ik sta aan een deur te staren, plus we hebben een Leroy-outfit aan. Dat wordt onze dood. Good luck. Don't forget your parking ticket. Ik zei toch dat je er doorheen wou? Iedere keer zei je van, nee, ik wil er niet doorheen, maar je wil er wel doorheen. Right. Parking tickets. Luister eens hier, ik ben een wolf en ik kan ook klauwen ook. Wauw! Wauw! Dit is rough, don't you think? Wauw! Miauw! Lekker dan, nu heb ik zin in ijs. Nou, dan haal je ijs. En als je dan toch bezig bent, haal het ook voor ons. En nee, nou hoef ik geen koffie meer. Nee, en wel eerst pizza. Nee, ik hoef geen pizza. Oh. Geen interesse. Niet meer.
over. 2 voor 3 euro. 3 halen 4 betalen. Ik heb al heel lekker gegeten. Ik heb een keertje lekker een beenham in de oven gegooid. Spannend. Geef eens een raar antwoord op geen vraag. Nee. Geef eens een antwoord op geen vraag. Nee. Dit zie ik als een challenge. Dit moet grappig worden. Geef eens een antwoord op geen vraag. Nee, een raar antwoord was het. Hè? Geef eens een raar antwoord op geen vraag. Woensdag. Nou, inzet krekel hier. Echt serieus. Ja. Hij was leuk. Nou nee, ik hoorde jullie nog niet eens grinniken. Hij was niet leuk. Paal. Nee, hij was raar. Hij was niet leuk, hij was raar. Hij moest ook raar zijn. Dus je hebt het goed gedaan. Yay! Kijk, en zo maak je huiswerk. Hij heeft een leuk aantal kijkers nu. Just saying. Ja, ik vraag me nog steeds af hoe het met het huiswerk van die ene gaat. Ik weet niet, ik ben bomen aan het hakken, want daar krijgen we leuk hout van. Welke dag is het vandaag niet? Bitterballendag. Nee, het is vandaag zaterdag met Stevie op een maandag. Zonder dinsdag, want de dinsdag was uitverkocht. Nee, je hebt namelijk zondag met Lubach en je hebt zaterdag met Stevie op een maandag. Maar dan niet zaterdag, maar zaaterdag. Dat hebben we zojuist democratisch besloten. Ja, ja. Waren er meer stemmen voor dan tegen? Zoiets. Maar we willen jou toch vragen, zomertijd of wintertijd en waarom? Wintertijd. Waarom? Waarom niet? Waarom in godsnaam zomertijd? Nee, we willen een reden. Nou, ik vind gewoon zomertijd een beetje belachelijk. Omdat? Zeg ik, omdat? Het voegt niks toe, volgens, vind ik. Ik bedoel, ja, het is wel een uurtje langer licht, maar ja. Nee, dat is het niet. Ja, ik vind het al wel. Dat is mijn mening. Ja, maar het is geen uurtje langer licht. Het is juist langer donker. Is dat zo? Ja, als wij de zomertijd het hele jaar door zouden laten lopen, dan wordt het pas in het midden, of echt op 21 december, dan is het pas om 10 uur 's ochtends licht. Dus? Is het niet langer licht? Nou ja, boeien. Ja, dat is zeker boeien, want dat geeft namelijk extra files, grotere ochtendspits, noem het maar op. Overtijden zijn geen mening, alleen feiten. Klopt. Kijk, het probleem is namelijk van ze zitten daar allemaal, maar wat iedereen dus inderdaad denkt, weet je wel, want we hadden een beetje de test gedaan in de chat. Ja, want mensen vinden het wel fijner als het wat warmer is. Want dat heeft te maken met zomertijd? Nee, wij zijn gewoon vrolijke mensen. Ja. Oh ja, en meer slaaptijd, die hadden we ook. Meer slaaptijd. Dat heb ik wel gemerkt. De 28e. Ik niet, maar dat was ook inderdaad met dat nieuws wat jij al op Skype had gelezen. Ik gooi het eigenlijk nog in de Discord, maar... Ja. Want er is nog evolutie over. Ja, oké. Okay. Dus nu is iedereen nieuwsgierig. Waar gaat het over? Privé gezever, jongens. En dat is echt niet leuk. Dat is echt saai. Ja, wij sliepen allemaal toen ik het vertelde. Nee, grapje. Nee, dat is echt iets van, dat vertel je even vrienden, weet je wel. Dan ga je niet aan een grote klok, je gaat niet op een plateautje staan in het winkelcentrum van Amsterdam. Jongens, ik heb mijn zwemdiploma gehaald. Ik wel, heb ik gedaan. Staat op camera. Staat nu nog op Dumpert. Ja, ik wil ook op Dumpert komen. Jongens, echt serieus, probeer niet dat soort gekke dingen te doen om op dingen, want... Dan word je echt belachelijk gemaakt en dan blijft je jaren achterna zitten en dan ga je echt spijt van krijgen. Dus dat is ja, heel serieus. Neem dat advies van mij aan. Ga geen gekke dingen doen alleen maar om op nieuws te komen. Want dat is echt niet waar. En dat was weer de wijze les met zaterdag. Zaterdag met Steve. Op maandag. Op maandag. Ik krijg dadelijk zo'n strijk van die Lubach, ik weet het zeker. Dat is mijn idee. Nou, zo hebben we toch je, mag, je mag er 3 hebben. Hé, wat? Je mag er 3 hebben. Dat scheelt. Geen fratsen. Jumbo.
Want ondertussen is er geen C1000 meer. En ook geen Super de Boer, die we nog steeds in onze chat hebben. Ja, doe er eens wat aan. Waarom moet ik er iets aan doen? Hij heeft zijn naam zo gemaakt. Ik heb het ook tegen Super de Boer. Als je dit kijkt, vast wel. Behalve als je aan de sloterij meedoet. Nou ja, in ieder geval, we zijn nou in ieder geval Mumee zijn wens aan het vervullen door deze kant te exploren. Stevie, wat loop je traag. Ja. Dan moet je bij Mumee zijn, want we hebben nog steeds geen goede kistjes gevonden. Het enige wat we vinden zijn flare guns en parapluën. Mumee, waar zijn de schoenen? Nou, simpelweg niet hier. Bij Schoenreus. Bij Scapino. Sluikreclame. Yay! Maar ik heb wel een grapplinghoek. Sluikreclame. Waar heb je die gekocht? Bij de HEMA. Oh nee, wacht eventjes. Hè. Nee, we werden niet gesponsord door de HEMA. Dus goede kopertroep, dus nee. Climbing gears! Acetion. Ja, wat is anders goed Nederlands? Parapluën dan? Ja. Echt serieus? Nee, geen idee. Ik wou wel zeggen, wacht, wat? Heb ik zo lang onder een steen geleefd dat ze dat alweer hebben aangepast? Oh, maar ik zie iets waar we naartoe willen graven trouwens. Nou, ik zie nog eerst heel veel kistjes liggen. Wat hebben we hier? Wauw, ik ben serieus aan het twijfelen of het parapluën of paraplu's is. Volgens mij paraplu's. Maar ik zag wat je bedoelde inderdaad. Ja, daarom. En hier gaan we weer de diepvrieskist in en daar heb ik je zin in. Diepvrieskist. Al zou het wel leuk zijn om zo'n ijsmachine te vinden, waardoor dat we dus inderdaad een ijsgebied kunnen maken. Omdat, ja, ik wil eigenlijk een iglo maken. Iglo's zijn leuk, want vergeet niet jongens, we hebben nog steeds geen één NPC-huisje gemaakt, omdat ik kieskeurig ben met een huisje maken. Je kan er ook omheen, er zit een groot gat naast. Maar waar staat de fun van? Dan hoef je dat mooie lijntje niet te slopen. Mag ik hem snuiven dan? Hallo. Is het het zwaard uit de steen? Nee, hij is nep. Excalibur. Dat vind ik best wel jammer.